gezien hier, Luc, Joost. Knapste lid van de band, meneer Romans. En maar we vullen met dit even af als misschien en dergelijke. Chinees komt zo eten brengen. Maar dit is eigenlijk van de doppelgangers één bepaald nummer. Eigenlijk een belangrijk nummer voor ons, omdat wij na een lange studiodag zitten we hier rond tafel. En dan gaan we gewoon even naar dat liedje luisteren. En ja, toch een bepaalde band voelen we dan. We zien hier eigenlijk verschillende apparatuur staan. Dit zijn de basgitaar waarmee Luc CD probeert in te spelen, waarbij Hans s'nachts de partijen overdoet. Dit is een mengpaneel. Dit is een mengpaneel, kun je hem niet mengen. Kom in onze slaapkamer, zien we een soort kokon liggen. Deze kokon wilde Joost niet laten schrikken. Ja. Kijk goed, hallo dan. Ik ga proberen wat hem. Wat heb jij een mooie... Ja, dat is typisch een basgitaar van onze producer. Ja, zeker. Van die mooie prachtexemplaren. Ik zal je even wat laten zien. Een andere basgitaar. Even pozen. Kijk, ja. Weliswaar zonder snaren, maar het idee is duidelijk. Ja. Hou ze slaan. Ja. Mooi. Van hele steen. Even kijken hoe hier een koffiezetapparaat werkt in excess. Jazeker, daar gaat het water doorheen. En daar komt die bruine drap in. Heerlijk. Even een stripje voor de fans. Ja, ah, leuk. Ja, mooi. Mooi. Mooi, wat hebben we gisteravond gedaan? Ja, wat hebben we gisteravond gedaan? Dat staat ook op de video, hè? Ja, zeker. Nou, volgens mij willen de fans er niet zien. Ja, ik weet het niet. Ja, dat wordt straks wel toch wel allemaal gecensureerd. Er komt toch allemaal niks van op. Dit zijn de kereltjes. Die hebben weer ruzie. Okay. Dit is Luc, die moet basgitaar spelen. Dit is onze kleuterleider. Ik zit ermee opgeschreven. Arme Hans, ja. Hoi, ik ben er ook weer. Ik speel helemaal niet. Ik ben dus degene die alle gitaarpartijen maakt. En alle pianopartijen. En ik zing ook nog. Ik ben gewoon fantastisch. Deurtje in. Daar zit onze gitaarmagnaat. Zijn sound te checken. Kijk eens. Mooi bij de schemerlamp. Zit hij als een maniak achter zijn diesel. Joost, voor jou deze sonade. Nou, we gaan weer verder. Thank you.
Dus dan wordt feest vanavond. Vertel jij maar eens even wat er nu aan de hand is. Nou, de computer is met het zonder naam. Ik heb een soort crash gemaakt. En dat is een nummer waarop ik een dag heb gedaan. Is helemaal weg. We waren bijna bij het einde. Waarschijnlijk moet het helemaal opnieuw. Maar dat is dus nog niet zeker. Nou, we staan en hier. Ik weet niet wat je van alles. Dat is een korte nummer. En Bas moest de partijen nog spelen van het nummer. Het feest kan niet op, zeg maar. Nou, het is dus inderdaad serieus vervelend. De computer heeft wat computers wel eens hebben. Normaal staat het hele scherm vol gekleurde files. Maar helaas is dus nu alles weg. Dus het is niet altijd roze geuren maneschijn en rock and roll in Den studio. Hier zit de dader. Nee. Hij had gewoon geen zin meer. Jawel, hij had gewoon geen zin meer. Ja. Dit is gewoon de manier van de computer om een dikke middelvinger op te steken naar jou. Zo van, ja, nog een keer opnieuw. Deze apparatuur. Ja, dit komt gewoon omdat diesel verkeerd is gespeeld. Ah, ik zie het niet meer zitten. Bij deze beëindig ik dus mijn aandeel en deze band. Oké, gaan we nu de champagne opentrekken. Ik ga vandaag de vleugel opnemen voor Reimagine. Er zitten niet heel veel pianostukken in, maar om het echt mooi te laten klinken natuurlijk, willen we een echte vleugel hebben. Dus we hebben hier een heel mooie gevonden. Moet je even luisteren. Klinkt dus fantastisch. We zitten hier in een heel mooie studio en ik ben heel benieuwd hoe het dadelijk gaat worden. Het is niet heel veel, maar we hebben één nummer wat compleet met piano, gitaar, cello en zang is. En dat is natuurlijk erg belangrijk dat het gaaf gaat klinken. Dat ga ik even uitproberen. Komt het helemaal goed. Maar even de hamvraag, waar zit nou die feedbackknop van jou? Staat dat erop, Hans? Dit, Want de Brian mee van de. Ja. Ja. Ja, dat is toch dat gevoel wat ik heb. Maar doe nog eens een geintje of zo. Ja, een van je Ik heb hier bijvoorbeeld een geintje. Doe je bijvoorbeeld, zet je wel kool in de spier. Als geintje. Hè? Of bijvoorbeeld dat je. Wat bijvoorbeeld nog niemand heeft ontdekt op mijn gitaar, maar wat ik wel eens live doe. Dus je bent aan het spelen. En je ziet die man en je denkt, oh, nou, het ziet er lekker uit. Doe het. Ja, dat heb ik dus. Die dingen, hè, dat vind ik dan uit zoiets. Ik hoor dat in mijn hals zit dat. En dat gebruik ik dan. Maar dat heb ik dus nog nooit gehoord van jou. Nee, dat zijn dus. Dat komt nog dat niet mag natuurlijk. Anders mag je het erop wel. Onder zijn lip zit ook nog zoiets vreemd. Weet je? Toch een beetje soort steppengras wat daar groeit, zeg maar. En jouw pakje sek dan om je kin. Is dat pas geleden afgewassen, hè? Toen je met jode lintjes zat te wassen. Maar dan is dit misschien ook, als we nu toch bezig zijn op het moment, om iets
meer om een andere kunnen te laten zien. Is leuk, maar dan heeft hij twee mondjes. Oh wow, ik heb een neus. Volgens mij was dit het laatste akkoord, maar de producer zegt wat anders. Het laatste, dat was bagger. Wat is uw reactie daarop? Zijn ouders betalen ons om hier te komen opnemen. Dat zegt mij helemaal niks. Kom maar, hoppakee. Ik heb helemaal geen huis meer. Kom, duw op die knop. Dat had het niet. Dat had niet het gevoel. Niet. Wat een gevoel. Zijn we tevreden? Ik vind het te gek, Hans. Dat je het geduld hebt gehad. En toch even om deze take af te sluiten. Hoe vond u het vandaag gaan? Buiten de varken wat daar die kamer was. In zijn tweevingerige knotter van handen. Zonder onderkennen, waardoor dat de tong er bijna op de grond valt. Even kijken, even nog eens. Nog eens op die oogjes inzoomen. Die puilen. Die oogjes die puilen nog wat meer uit dan normaal. Zo, dat is wel gaaf. Maar zijn er niet meer akkoorden die een C zijn, toevallig? Laten we het hopen dat we klaar zijn. De schijfjes gaan omlaag. We gaan morgen nog eens op ons gemak. Kijk. Even voor jullie informatie. Je drukt een beetje op die Face Your Demons, de hit. Heb ik dus godverdomme twee keer moeten inspelen omdat hij dat de vorige dag de computer had laten crashen. Hij mocht ook even. Wat ben ik nou eigenlijk aan het filmen trouwens? Ben ik nou? Heb ik hem nu? Hoe weet je nou of je hem goed om hebt? Je kunt jezelf helemaal niet zien. Kunnen jullie mij nu zien? Echt waar? Nu gaan we naar Joost, kijk. Je draait een beetje heen. De what van de metal. Aan die knopjes. Kijk. ik mix graag met mijn laarzen. Zo, op het mengpaneel. Huh? Dan draai ik een beetje hier aan. Huh? Een beetje interessant doen. Ik weet bij god niet wat er gebeurt. Druk eens een keer hier op zo'n muis. Een keer paas hier, een keer niet. De mensen die dit stukje zien, die hebben dus net deleted scenes ingeschakeld. Ja. Uiteraard interesseert dit helemaal niemand. Alles goed? Hoe voelen we ons? Dennis, jij ook? Ja, ontzettend. Wat een warm onthaal. Ja. Het was heel gezellig vanochtend toen ik de studio binnenkwam. Wat was er aan de hand dan precies? Want... Ja, dat was een soort van carnavalsopstelling was die opgericht voor de studiodeur. Ja,
het was een warm onthaal, moet ik zeggen. En allemaal feestelijke etenswaren en vriendelijke bordjes en zo. Dat was heel erg grappig, eerlijk gezegd. Totdat je bij de deur kwam, zeker? Of toen, toen ook nog? Totdat ik bij de deur kwam? Ja, waar die neger stond. Ja, maar die neger die ken ik. Oh. Dat is een, ja, die hoort hier bij het interieur min of meer. Weet je wel. Die ken ik al jaren. Ik sta er niet zo van. Nee, kijken die dat hij af en toe zichzelf ergens om de hoek poseert. Die staat al vaker. Die staat al vaker. Ja, ik vind wel dat hij er qua kleding erg op vooruit gaat de laatste tijd. Jawel, jawel, jawel. Vooral die schoen, dat is toch, ja, toch het. Zeker, ja. Maar ook die pet vind ik erg goed. Maar wie heeft die dan weggesleept? Ja. Dit heeft Dennis er ook aan mee moeten helpen. Nee, dat... Volgens mij is hij gewoon zelf weer in zijn eigen hoek gaan staan. Die is zelf in zijn eigen hoek? Ja, die negen die is goed. Ja. Ik weet gewoon van, ja, als ik binnenkom moet hij in je hoek gaan staan. Ik ga meteen even kijken, want hier zijn we toch zeer benieuwd naar. En ja hoor, hij staat er. Uit zichzelf is hij erbij wel naartoe gelopen, want Hans en Dennis hebben allebei niks gedaan. Ook die schoenen zijn natuurlijk nog in precies dezelfde positie. Sowieso een raadsel hoe die neger aan het jasje komt. Het is allemaal een redelijk vreemd verhaal. Vind je? Die vrouw vooral is wat in dat tasje. Ik denk dat we daar voorzichtig moeten zijn. Hé, maar Sander? Ik zou het heel sportief vinden als je dan morgenochtend de camera in de studio laat liggen. Ja, hoopte ik eigenlijk. One take. We gaan nu het technische middenstuk van het hele nummer opnemen. Sander is ervan overtuigd dat hij in één keer alles gaat spelen. Hij heeft zelfs een plakkertje op zijn gitaar. Dat komt omdat hij lief is geweest vandaag. Maar dan zoomen we even in op zijn gitaar, daar zit geen eens een plug in. Zullen we even kijken hoeveel stukjes het zijn? Okay. Joost, luister. Ik speel hem één keer echt even het mooi. Zweet op Hans' voorhoofd inzoomen. Joost, Hans, mag ik hem één keer echt los? Eén keer meespelen. Eén keer gewoon vlekkeloos, echt. Ja, maar wacht dan even. Nee, dat duurt maar 2 seconden. Dat vind ik ook een beetje. Zonder delay, dat vind ik ook een beetje flow. Dat ik... Nou, kijk, dit is gewoon als verbloeming dat ook die tweede partij gewoon door toets is ingespeeld. Ja, nee, die krijg ik kom. Ja, ik geef het allemaal terug. Rock'n'roll! Nou, Hans! Ja, even alleen maar laag. Alleen maar laag. Alleen. Alleen dan wat zelf. Hallo, from Hawaii. Zeker. Koning Hawaii. Onze Hawaii-koning.
Dat moet omdat je op het laatste naar een climax toe. Nog één keer toch. Ah, dat is wel heel saai. Ja, of als je bijvoorbeeld de eerste vier, dat je de eerste drie zelf doet en dan bij de laatste even. En dan naar die hoge gaan. Ja, oké, hou we zo. Misschien thuis. Ik heb dus ontstopping. Met mijn ontstopping. Verstopt. Nee, ja. Hij heeft dus gewoon echt zoveel gefroten dat alles vast zit. Schnitzel ohne Ende. We hebben vanavond bij Tony's gegeten. En dat zijn dus echt schnitzels van 3 vierkante meter groot ongeveer. Nou, en dat zit dus nu vast. Het is onze hotelkamer gelijk. Om te gevoelige plaat vastleggen. Even kijken, de gevoelige plaat. Ga jij maar op bed liggen? Zonder Sander heeft een rock'n'roll blinde darmontsteking. Acute blinde darmontsteking. Dus ja, we gaan straks de koor opnemen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even een bezoek brengen aan onze metalheld. Ja. In jurk. Die jullie al eerder gezien hebben gekregen. Toen nog in goede staat. Ja. Hier onze cheerleader. Dus wij vinden dit wel leuk. Ik vind dat kan opsteken van de tegen. Veel succes. Zo leuk. Het gaat leuk om zijn met de benen. En dat was het weer, beste kijkertjes.
Friday, sorry. Chili way. Ciao, ciao. Trotse arrangeur. Hoe gek kan het lopen? Zo'n piratenlied. Piratenlied. Ja, dat valt dan toch weer tegen als je dan al die mooie tekeningen. Gezicht. Goed gezicht. Nou, mooi. Zulke wallen onder de ogen. Mm. Nou. Dit is mijn microfoon, hè? Dit is een huis. Het is dus een Broner, hè, voor de kenners. Zijn dus duur, hè. Dan mag jij zomaar inzien. Wat moet je nou, man? A one-weeker. No, no, a one-taker with O and A. Not like the Dutch W. No, a one-weaker. Nuh-uh. Oh, you are cruel. You are a one-weaker. I did everything in 1 week, eh? No, you were born and... Weary. Oh, well, whatever. I was gonna say something nasty, but we can better go on recording since you're an asshole anyway. Everybody knows that. So whatever I say, everybody's gonna be like, Oh god. Very nice, very nice. Well, okay. Next line. Sorry? Next line, yeah. Next one, yeah. Yours be it yours.
this horrible keyboard display. Yeah, this, God, I don't know. I think we should really take those keyboards out of there, though. They really, really disturb the vocal. They're just as annoying as the guy who played them. Really? Can that be possible? Nah. Yeah. Paybacks are out, huh? Uh-huh. Yeah, I think we gotta put some auto-tune on this keyboard. It's like so... Man. A compressor auto tune. Yeah. How about some bomb factory? Bomb that shit away. I think we need to put some auto tune on everything because it fits better to this to the vocals. Yeah. I don't know. Dus één partijtje anders dan jouw stem. Dat is maar op één punt. Dat heb ik gewoon maar even veranderd. All the sopranos sing there at the same voice. Yeah, but here I think she was singing a third higher. Yeah? I was singing third higher. I had the feeling, or maybe I was just I was singing. You sing on this part, you sing the same floor. Yeah, exactly. And Amanda sings a parallel third. Okay, let's do it again. One. Up and forward? Yeah. Can I get closer somehow? To the piano? Or to Previn, yeah, everybody. So then we can. I decline in that music. The better? One. Yeah. Two, three, four. Wait, sorry. That's what I'm talking about. We're all supposed to be the same height. You're singing I was singing harmony there, right? Yeah, I'm singing third, lower. Sorry. Okay. It's just unisono on that way. Yes and no. Later on it's that way. One, two, three, four. Maybe it's easier to, because we're using the same thing as we do, too.
Amanda's little kitchen with all the stuff in it. Oh, that's not all mine though. Oh, it's not, okay. Just, this is for everyone. And this is just like for Floor when she sings. And this is somebody else's. I don't know who that is. But this is mine, and this is mine, and this is mine. Okay. This is mine. Ready. Oh, there we go. This is exciting. Well, tell us. Ok, ég heiti Rannveig Sif Sigurðardóttir og ég sönguna frá Íslandi og ég var, já, ég hérna sjálfstæð starfandi sönguna, syng aðalega barokk tónlist, eiginlega, já, og stundum svona hardrock að ganni. Og ég var núna að syngja á þessu After Forever albumi og var að syngja svona sopranlínur í kór. Ok. Yeah. And my name is Rannveig Sif Sigurðardóttir. I'm from Iceland and I'm a singer. Yes, I'm a singer. And yeah. And the main things I sing is like baroque music and sometimes some hard rock music, or like this music. Okay. Okay. Now wasn't good? No. That's not big time. Pretty. Pretty. Just if it's right on the CD. Exactly. Yeah. That's okay. To be right under your command, to let our fantasies go, judge and make your mystery. Time to be loving. Just keep do it a couple more times. Now it's come. It's good. That's really low. Okay. Wow. Do it one more time for four. Cool. It's very nice, but remind that the mid part is staccato. It's staccato. It's staccato. Yeah. Yeah? Okay. Okay, sounds good. Chew it. you have to chew it to get it. Yeah, exactly. I think we can do it. Yeah, let's try. Cool. Come on, let's do it. Let's dance.
gaan maar laten luisteren wat de rol is. Uiteraard, You Are Blind. Dat is een vreemde vogel. Nou, laat ik eventjes wat van je veer prachtig. Dat is wel mooi, hè? Ja, dat is mooi, hè? Volgens mij is hij eraan gewend gevoerd te worden, want hij kijkt mij hoopvol aan. Ik heb dus niks, hè? Vergeet het maar. I see your pain, I see your pain.